Welkom bij de 300ste video. Ik heb deze gewijd aan de kerkklokken van het prachtige dorp Nunspeet. De klokken worden op chronologische volgorde van Gietjaar behandeld. Laten we in het oude dorp beginnen. De oorsprong van het oude, aan Sint Antonius gewijde katholieke kerkgebouw van de hervormde gemeente ligt in de 12e eeuw. De circa 20 meter hoge toren werd ernaast gebouwd en later in gotische stijl uitgebreid, inclusief een hoge spits. In de toren hingen twee klokken. Een van deze twee klokken was al in 1448 in de toren aanwezig. De grootste klok werd geschat op maar liefst 2000 kilo. Daarbij moet er al voor 1600 sprake zijn geweest van een uurwerk. Op 6 juni 1855 brak er een grote brand uit in het dorp, waardoor het enige historische monument van Nunspeet in vlammen opging. De twee grote luidklokken stortten daarbij neer. Omdat de toren sinds de Napoleontische tijd in handen was van de burgerlijke gemeente, was zij ook verantwoordelijk voor de herbouw daarvan en dat stuitte op moeilijkheden. De kostenraming, inclusief nieuwe klokken, kwam ver uit boven de verzekeringssom. De gemeenteraad besloot in oktober 1855 de toren maar te slopen. De Nunspeetse bevolking kwam daar echter tegen in verzet en maakte een goedkoper plan, waarbij het gotische bovengedeelte van de toren helaas werd prijsgegeven. Dit plan werd uiteindelijk doorgevoerd. De twee grote klokken, welke als vormeloze klomp brons onder het puin vandaan kwamen, werden door een enkele kleine klok vervangen. Pas in 1904 kwam er een tweede, grotere luidklok, welke werd gegoten door de Duitse firma Radler. De spaar- en bewaarbank schonk deze klok. In februari 1943 werden beide klokken door de Duitse bezetter opgeëist en meegenomen naar Hamburg, waar ze zijn omgesmolten. In 1948 kwamen er drie nieuwe klokken, welke werden gegoten door de klokkengieter Petit en Fritsen uit Aalen-Rikstel met de slagtonen Gies 1, B1 en Sies 2. Zij werden betaald door de burgerij. Vanaf 1959 worden de klokken elektrisch geluid. In 1963 moest de middenklok worden vervangen omdat zij barstte. Driehonderd jaar lang is de bevolking van Nunspeet geheel protestants geweest. Vanaf ongeveer het jaar 1900 kwamen enkele rooms-katholieke gezinnen naar het dorp. Tijdens de Eerste Wereldoorlog kwam een groot aantal Belgische vluchtelingen naar Nunspeet en er werd een noodkerk gebouwd. Met het einde van de oorlog verdween ook de noodkerk weer. In 1929 werd een kerkje gewijd aan de heilige Franciscus van Assisi ingericht in een villa aan de Epeweg. Pas in 1957 kwam er een kleine kerkklok van Petit en Fritsen met de slagtoon Best 2. 5 jaar later werd er een nieuwe kerk gebouwd aan de overkant van de kerk. Toen werd er ook een grote luidklok gegoten met de toon D2. De kleine klok is inmiddels al jaren niet meer in gebruik. Thank you.
christelijke gereformeerde kerk is in 1936 ontstaan vanuit de gereformeerde kerk. Zij bouwden in 1938 een gebouw aan de Gruppendelenweg. De naoorlogse groei ging dit genootschap niet voorbij en daarom werd in 1970 een nieuwe kerk gebouwd in de wijk Oenenburg. Er werd 3 jaar later een houten klokkenstoel naast de kerk gebouwd met daarin klok van IJsbouts met de slagtoon Sis 2. In 2004 werd de houten stoel vervangen door een stalen exemplaar. De gereformeerde gemeente is in 1922 ontstaan. Na jarenlang in een villa aan de Stationslaan te hebben gekerkt, werd er in 1933 een kerkje gebouwd aan de Brinkersweg. De gemeente maakte enorme groei door en nadat het gebouw diverse malen was uitgebreid, werd in 1977 radicaal besloten tot nieuwbouw. Eind 1978 was het gebouw klaar. In de toren hangen 2 luidklokken van IJsbouts met de tonen B1 en Sis 2. Rond de eeuwwisseling werd het gebouw opnieuw uitgebreid. Het staat momenteel op nummer 9 van de grootste kerkgebouwen in Nederland. Ook de Nederlands hervormde gemeente groeide na de oorlog snel. Daarom werd in 1957 in de nieuwe wijk Feitenhof een houten noodkerk gebouwd. Pas in 1978 werd een nieuwe kerk gebouwd, de Opstandingskerk. In de vrijstaande betonnen toren kwam een kleine klok van IJsbouts te hangen met de slagtoon G2. De klok wordt niet geluid zoals andere klokken, maar met een kleine hamer aangeslagen. Ook aan de oostkant van Nunspeet werd een nieuwe hervormde kerk gebouwd. De Sionskerk werd geopend in 1971, maar kreeg pas in 1983 een toren met daarin 2 klokken van IJsbouts. Ze hebben de slagtonen Dies 2 en Fies 2 en sluiten daardoor muzikaal aan bij de klokken van zowel de Dorpskerk, de gereformeerde gemeente als de Oenenburgkerk.
hoop dat ik met deze video een goed beeld heb kunnen schetsen van de kerkklokken van Nunspeet. In de burgerlijke gemeente Nunspeet bevinden zich echter nog meer klokken. In de hervormde kapel in Hulshorst hangt een klokje met de slagtoon Best 2, gegoten door Claude Fremy in 1692. Deze klok is afkomstig uit huize Hulshorst en wist ongeschonden de Tweede Wereldoorlog door te komen. Dit geldt overigens ook voor de kerkklokken van de hervormde dorpskerk van Elspeet, waar zelfs drie klokken, een grote van Henricus Meurs uit 1612 met slagtoon A1 en twee kleinere van François Hémony uit 1659 met slagtonen Bes 1 en D2 de oorlog wisten te overleven. Dit zijn dan ook de oudste kerkklokken van de gemeente Nunspeet. In Elspeet zijn bij het conferentieoord Mennerode nog twee klokken te vinden. De ene van IJsbouts uit 1963 met slagtoon G2 hangt op het hoofdgebouw, het hotel. De andere bevindt zich in een klokkenstoel naast de recent nieuwgebouwde houten kapel met de naam De Lute, hoewel deze eerder kan worden geclassificeerd onder de scheeps- en koeienbellen. We sluiten af met de twee kerkklokken van de in 2010 door de hersteldervormde gemeente gebouwde Rehobootkerk, welke werden gekocht van de katholieke Mariakerk in Soestdijk. Ze werden in 1948 gegoten door de klokkengieter van Bergen uit Heiligerlee en hebben de slagtonen Vies 1 en A1. Dit betreffen dan ook de grootste kerkklokken van de gemeente Nunspeet.